Er worden weer coronaprikken gezet door de GGD. Bedoeld voor mensen van 60 jaar en ouder of met een kwetsbare gezondheid. Commotie gisteren in Duiven, waar bewoners hun appartementen uit moesten tijdens een brand in het rieten dak. Ja, het is gelukkig met iedereen alles goed, maar ja, het had ook anders af kunnen lopen, toch? Oekraïense kinderen in Groesbeek stellen zich volgens eigen gebruik voor aan schoolgenootjes. Maar het was echt prachtig wat ze hebben opgevoerd vanavond. Goedenavond. Wie 60 jaar of ouder is, kan zich vanaf vandaag laten vaccineren tegen corona. En dat geldt ook voor mensen met een kwetsbare gezondheid en zorgmedewerkers. Want corona is weliswaar flink teruggedrongen, maar toch weer in opkomst. Bij de GGD in Tiel is alles in gereedheid gebracht voor de nieuwe vaccinatieronde. We zien eigenlijk gewoon dat de afweer van mensen wat afneemt. De laatste campagne is natuurlijk alweer een jaar geleden. De 73-jarige Erik van Hoften uit Est is een van de eersten die naar binnen gaat. Ik vind het wel goed. Ik heb de vorige ook allemaal genomen. Ik heb wel corona gehad, maar in mindere mate. Dus ja, ik ben er wel blij mee. Het aantal besmettingen is nu gewoon relatief laag, gelukkig. Maar we zien wel langzaam de afgelopen weken zeker dat die aantallen weer wat opnemen. En dat zie je eigenlijk ook in de ziekenhuizen, waarbij het aantal ziekenhuisopnames ook weer toch wat begint toe te nemen. En dan is het tijd voor de coronaprik. Wat is er gebeurd? Ja, het zit er al in hoor. Zo hé. Daar voel je niks van. Nee, een bloedprik doet zeer de rest dit. Ja, op onze website gld.nl vindt u een uitgebreid dossier met meer artikelen over corona. De rust keert langzaam terug bij bewoners van een appartementencomplex in Duiven. Daar brak gistermiddag brand uit in het rieten dak van hun woningen. De brandweer haalde iedereen uit de woningen en vandaag konden de meeste van hen weer terug naar huis. Rond 6 uur gistermiddag haasten de bewoners van de Rietkap in Duiven zich een weg naar buiten als ze worden gealarmeerd door de brandweer. Wij werden uit huis gehaald en in een keer stond het dak in brand. Overal stond brandweer en ik moest achterom naar binnen. Ja, hoop hectiek natuurlijk. En toen zijn we met z'n allen naar beneden gegaan. Iedereen heeft elkaar geholpen om naar beneden toe te gaan. En toen hebben we met z'n allen gewacht. Daarna zijn we allemaal naar Van der Valk gebracht. De bewoners van het appartementencomplex, voornamelijk ouderen, werden geëvacueerd. De brandweer moest hoogwerkers gebruiken om de vlammen te bestrijden. Ik ben nou rustig hoor, maar ja, het is gelukkig met iedereen alles goed, maar ja, het had ook anders af kunnen lopen, toch? Tijdens de dakbrand aan de Willem Elschotstraat in Duiven was er ook een harde knal te horen. Er is een knal geweest, nou blijkt, het is niet zeker, dat kan ik dus niet met zekerheid zeggen, dat het in het ventilatiekanaal gebeurd is. Dat is een vermoeden, dat moet allemaal nog onderzocht worden. De schade aan het dak is, ondanks het vuur in het riet, beperkt gebleven. Ja, ik denk, nou, die gaat helemaal de hens in, maar dat viel me zeker mee, ja. Dat er verder niemand gewond is geraakt, dat is voor ons het allerbelangrijkste. Gevlucht uit Oekraïne kregen veel kinderen lange tijd les van leraren uit hun land van herkomst. Maar komend jaar gaan sommige van hen naar een Nederlandse school in Groesbeek. En geheel volgens Oekraïns gebruik begint dat met het voorstellen van jezelf aan anderen. Voor Nederlandse kinderen en ouders gelijk een kennismaking met de cultuur van zang, dans en eten. Deelnemer nummer 1, Nastja en haar partner en broer Roma. Ja, het is echt een Oekraïns ritueel en wij vonden het belangrijk dat de Nederlandse kinderen en ouders ook kennis namen van Oekraïnse rituelen. Ja, mijn dochter heeft me meegesleept. Die had het er al een week over en die zei, papa moet er echt heen. En dat was hartstikke leuk om te zien. Wat vond je het leukst? Die volksdans. Ik wist helemaal niet wat ik ervan moest verwachten, maar het was één groot feest. Zang, dans, poëzie, je kan het zo gek niet bedenken. Ook met de moeders erbij betrokken, dat was wel een beetje ontroerend. Dan ga je toch meer nadenken. Vooral toen ik een van de ouders zag optreden met haar eigen dochtertje. Ja, dat was best wel emotioneel. Dan zit je toch met je gedachten ook een beetje bij de ouders in Oekraïne. Ja.
Dit wandelpad in Doesburg ligt er dankzij bewoners. Een aanwinst voor mensen die slecht ter been zijn. Ja, dat wil ik maar zeggen. Hè? Fantastisch. Ja, ik ben er in ieder geval ook echt super blij mee. Zometeen gaan we op pad. Een fietser is dit weekend in Harderwijk gewond geraakt nadat hij tegen een ketting aanreed die over het fietspad was gespannen. Het ongeluk vond plaats op het fietspad langs de Triasgracht. De ketting zat vermoedelijk vast aan een boei in de gracht en was vanuit daar over de weg gespannen. De politie heeft buurtonderzoek gedaan, maar nog niemand aangehouden. Op de locatie is er volgens een buurtbewoner vaak overlast van jongeren. De jongeren schreeuwen zo hard en ze gaan gewoon echt wat gooien in het water. Af en toe zag ik gewoon echt fietsen op het water. Ze zijn gewoon echt bijna elke avond bezig hier. Ja, er is dus sprake van overlast door jongeren. Denkt u ook dat dit gewoon een qua jongensstreek is dan? Ja, dat denk ik. Gewoon zo'n slimme volwassene iemand doet zulke dingen niet. Het stonk vanochtend in een deel van de Liemers. Oorzaak was een stalbrand in het Duitse Keken rond 2 uur afgelopen nacht. De zuidenwind blies de stank naar plaatsen als Lobith en Pannerde. De gemeente Zevenaar riep inwoners op om bij overlast van de vieze geur deuren en ramen te sluiten. Hein Pieper, dijkgraaf bij Waterschap Rijn en IJssel, is opgestapt bij Nieuw Sociaal Contract, de partij van Pieter Omtzigt. Pieper was medeoprichter en voorzitter van de politieke partij. Aanleiding voor zijn vertrek is een afgehandeld arbeidsconflict, zo'n 20 jaar geleden. Volgens journalist Mark Koster zou Pieper ooit een werknemer ontslagen hebben, kort nadat hij hem betrapt zou hebben op het kijken naar porno op zijn werkcomputer. Hoe leefden onze voorouders ruim 200 jaar geleden in Nijmegen? Om daar een beeld van te krijgen is het Bezienderhuis deze maand het decor van de archeologie tentoonstelling Sloebers van de Waalkade. Het is geen goud wat er blinkt in deze bijzondere expositie, maar dagelijkse gebruiksvoorwerpen van gewone mensen. Deze tentoonstelling die was er eigenlijk nooit gekomen als er geen corona was geweest. Zo simpel is het eigenlijk. Ja, deze voorwerpen hadden we nooit gezien zonder de coronapandemie. Het archeologiedepot in Nijmegen stond vol met kratten, steen en gruis van een nooit uitgezochte archeologische opgraving van een huis aan de Waalkade. De leden van de vrijwillige archeologievereniging hadden tijdens de corona niets te doen en daarom vroegen ze of ze bij hoge uitzondering de kratten met gruis en stenen thuis mochten uitzoeken op waardevolle voorwerpen. En dan bracht ik dus een krat met kratten met spullen en dan nam ik de rotzooi weer mee terug voor in de container weg te gooien. En zo hebben we bijna 2 jaar iedereen aan het werk gehouden. Aan de keukentafel werden de bruikbare stukjes door de amateurarcheologen aan elkaar gezet. Dus gewoon bij mij op de kamer, zeg maar hobbykamertje en een paar tafels erbij en alles uitgestald. Dat werkt het beste, ook met daglicht. Dan is het puzzelen geblazen. Eigenlijk wat we in die put zijn tegengekomen is het doorsneemateriaal wat iedereen iedere dag gebruikt. Borden, kopjes, borstels. Dat is een pijpenkopje. Die hebben we bij tientallen gevonden. Want er werd in die tijd blijkbaar nog zwaar gerookt. En zo krijgen we door het harde werken van gewone mensen in coronatijd een beeld hoe gewone mensen hier vroeger in Nijmegen leefden. De hellingbrug op de IJsseldijk in Doesburg in de wijk De Ooi is klaar. Deze nieuwe wandelroute met bruggetje is het sluitstuk van 5 speciale korte wandelroutes voor mensen die minder goed ter been zijn. Zaterdag is de officiële opening. Nou, dit hebben jullie toch maar mooi voor elkaar gekregen. Hè? Ja, dat wil ik maar zeggen. Hè? Fantastisch. Ja, ik ben er in ieder geval ook echt super blij mee. Apetrots zijn ze. En dat terwijl initiatiefnemer Ben Kruk dacht, dit gaat nooit lukken. Toen we hier aan begonnen, toen werd letterlijk door iedereen gezegd, begin er niet aan. Het is onmogelijk. Waterschap kun je niet meer praten. De dijk is heilig. Begin er niet aan. Maar daarin vergiste hij zich, want het waterschap dacht mee. Voor de dijk en het welzijn van de wijk. Ik denk dat voor de vitaliteit van de mensen die hier in de wijk wonen heel belangrijk is dat zij het ommetje kunnen maken. En in dit geval is het een heel lang ommetje, was het een lang ommetje en wordt het nu een korter ommetje. Omdat er halverwege bij het olifantenpaadje een mooie hellingbaan is gecreëerd. Gaan we hem testen? Zeker. Zou ik doen. Je kunt hier prachtig naar boven komen nu. Je hebt hier echt
Het uitzicht op de Oude IJssel, prachtig uitzicht, prachtige omgeving. Daar moet iedereen van kunnen genieten. En dat kan hier dankzij dit pad. Het allermooiste is natuurlijk als je dan hoort dat een oude droom van Jelle was. En dat het nou gewoon klaar is. Ja, hij ligt er nu. En ik vind het echt fantastisch. Ja, tot zover deze uitzending. Vanavond om 7 uur is de herdenking van de razzia in Putten. Meer hierover op onze site gld.nl en in onze app. Voor nu, mooie avond verder. Goedendag. Ja, prachtige start van de dag weer in Gelderland. Mooie zonsopkomst. We hebben er al heel veel zien voorbij komen. Ook morgenochtend denk ik dat nog wel gaat lukken, hoor. Hoewel het weerbeeld morgen echt anders zal zijn. Ja, het is ook de periode van de burrelende herten. Hier zien we zo'n mooi voorbeeld, prachtig vastgelegd. Ook een hert dat echt wel even een modderbad heeft genomen, want hij is behoorlijk nat daar aan de poten. Ja, het weerbeeld vanavond en vannacht is nog steeds heel rustig. Wel komt er geleidelijk aan meer bewolking en we gaan een zeer warme nacht tegemoet. U moet zich voorstellen een minimumtemperatuur grofweg tussen 15 en 18 graden. Dat is bijzonder zacht hoor voor deze tijd van het jaar. Verder een zuidenwind en zo af en toe nog een opklaring die ervoor zorgt dat je dan morgenochtend misschien nog net even een mooie zonsopkomst hebt. Maar dan komen er buien vanuit het westen. Zo in de eerste helft van de ochtend is het nog droog, maar dan rond het middaguur buien. En de eerste helft van de middag passeren er meer buien Gelderland. Van west naar oost. In de avond klaart het dan nog op, maar kan er nog wel een verspreide bui voorkomen. Computeranimatie laat dat mooi zien. Ja, vandaag liep die temperatuur natuurlijk op tot ruim boven de 20 graden. Morgen zal dat wel anders zijn. De hoogste temperaturen vallen in de ochtend, maar als eenmaal de buien gepasseerd zijn, dan hebben we nog een temperatuur over van zo'n 18 graden in vrijwel heel de provincie. Ook de wind die zal gaan opvallen, want die trekt flink aan. Die wordt zuidwestelijk voor de buien uit. En dan tijdens de buienpassage draait de wind naar het westen. En die wind die is dan matig tot vrij krachtig. En bij de buien kunnen er ook nog windstoten voorkomen. Dus echt eventjes een ander herfstgevoel morgen. Maar het is ook maar tijdelijk, want de dagen erna is het weer droog weer. Temperatuur die blijft wel enigszins rond die 18 graden hangen. Maar in het weekeinde ziet het eruit dat de temperatuur weer omhoog gaat. En dat dat weer een echt nazomerweekend gaat worden. Nog fijne dag.